Michel Temer, oud-president van Brazilië, 78, moet van de federale rechtbank van dat land terug in de gevangenis. Hij was in maart aangehouden. De rechter had hem na enkele dagen vrijgelaten, omdat er van uitgegaan werd dat de bewijzen rond de corruptiezaken niet boven water zou komen. Temer wordt ervan beschuldigd dat hij leiding gaf aan een criminele organisatie, meldt Reuters. Er is meer dan 470 miljoen Amerikaanse dollar weggesluist tijdens de bouw van een kerncentrale in het buurland. Nu schijnt er voldoende bewijsmateriaal te zijn verzameld tegen het ex-staatshoofd